Beste vrienden, het Koninkrijk van onze God, daar gaat het over vanavond. Dat is het thema. En het is een woord wat in de Bijbel heel erg veel voorkomt. Het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de hemel. En ik weet niet of je je vaak genoeg bewust bent geweest van de vraag, wat is dat dan precies? Als je het Onze Vader bidt en je vraagt uw Koninkrijk komen, waar bid je dan precies om? Het is voor mij in ieder geval heel diep verlangen om veel van het Koninkrijk te zien. Om het te merken, om het te ontdekken, om erdoor gevormd te worden. En tegelijk vraag ik me heel vaak af, waar is het dan? Hoe zie ik het dan? Wat zijn die tekenen van het Koninkrijk? En ik wil je eigenlijk even vragen als opwarmer, stel elkaar eens even die vraag. Even gewoon met je buren, in tweetallen. Is het Koninkrijk van God al gekomen of moet het nog komen? En twee, waar zie je het dan als het al gekomen is? Of hoe ziet het eruit als het straks komt? Dus is het al gekomen of moet het nog gekomen? En twee, hoe ziet het er dan uit of hoe gaat het eruit zien? Vertel dat elkaar even in een minuut. Straks voor de pauze stel ik je de vraag nog een keer. Dan kun je zo pratend de pauze in. Wie zegt het Koninkrijk van God is al gekomen? Is dat de helft? Wie zegt het Koninkrijk van God moet nog komen? Ja, nou ja, ik weet het niet precies, maar het is duidelijk dat de mening verdeeld is. En wie heeft er nou gelijk? Dat ga ik je vertellen. Je hebt allebei gelijk. En hoe flauw dat ook klinkt. Maar de hele Bijbel laat ons eigenlijk zien dat het Koninkrijk van God er al is en dat het er nog niet is, dat het nog moet komen. En er zijn kerken, en misschien herken je die term wel van je eigen dominee, daar wordt dan gezegd het reeds en het nog niet van het Koninkrijk. Reeds, het is er al, en het nog niet. Want het Koninkrijk van God in zijn volle glorie, waar Jezus koning is en waar alleen nog maar mensen zijn die hem kennen, zodat niemand meer tegen elkaar hoeft te zeggen, ken de Here, want ze zullen hem alle kennen. Jezus als koning, dat koninkrijk, dat moet nog komen. Maar die tekenen van het koninkrijk en stukjes van dat koninkrijk en de start van dat koninkrijk, die is hier al begonnen. Dat is hier vandaag de dag begonnen. Ik zou eigenlijk willen zeggen met de komst van de Heer Jezus. Hij die diverse keren aan de mensen uitlegde, het Koninkrijk van de hemel, het is nabij gekomen. En dat woordje nabij betekent niet alleen, het is nu bijna aan het komen. En dat het dan nog 2000 jaar duurt en dan is het 2019 en dan is het er nog niet. Het kwam heel dichtbij. En ik ga een paar stukjes met je lezen vanavond uit de Bijbel, om je aan denken te zetten over dit thema. En jezelf de vraag te stellen, waar ben ik dan? In dat koninkrijk. Ik mag werken als evangelist in Amsterdam en ik zie daar heel veel nadigheid en verdriet. Zeker momenteel als er een soort angst heerst in delen van de stad omdat er zoveel mensen omgelegd worden. En omdat daar ook vaak onschuldige mensen of een beetje schuldige mensen bij betrokken zijn. En daarnaast mag ik werken voor de evangelische omroep als presentator en vandaag was ik de hele dag in Drenthe op een zorgboerderij. Van een mevrouw die in de vluchtelingenkampen in Lesbos werkte, arts is. En die 30 jaar geleden meemaakte dat er bij haar vervallen huis, wat nog opgeknapt moest worden, een meisje aanklopte. En die zei, mevrouw, mag ik hier alstublieft blijven, want mijn moeder is dronken. En ze is daar gebleven. Het bleek echt waar te zijn. En een paar maanden later kwam er een tweede kindje bij, een vriendinnetje, die ook problemen thuis had. En gaandeweg groeide het aantal. En ondertussen heeft ze meer dan 40 kinderen. Die vandaag de dag of daar wonen. Of daar op de zorgboerderij komen. En met wie ze contact hebben. En ik zeg je. Dat zijn tekenen van het koninkrijk. Lichtpuntjes in het donker. Ik zou het ook even anders kunnen zeggen tegen je. Als het geen tekenen van het koninkrijk zijn. Waar zijn het dan tekenen van? Van een duistere kracht? Van Satans rijk? Nou, dan ben je het waarschijnlijk snel met me eens. Nee, hier zijn tekenen
lichtpuntjes van het koninkrijk van onze God. Beperkt. Maar het is er. Als start van dat wat er gaat komen. Nou, de vraag waar is het koninkrijk is niet nieuw. Lees maar met me mee in Lucas hoofdstuk 17, vers 20 en vers 21. En toen hem, Jezus, door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Zie je, die vraag 2000 jaar geleden. Wanneer komt het koninkrijk van God, Jezus? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op een waarneembare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En dan moet je even goed meekijken. Die zin is een beetje verwarrend zoals die in deze vertaling staat. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. In de oorspronkelijke taal staat daar, je moet hen niet geloven die zeggen, zie hier of zie daar. Dus je kunt er niet op aan als mensen zeggen, kijk het is hier of het is daar. Ren er maar achteraan, ren er maar naartoe, daar kun je het vinden. Nee, zegt Jezus, het is binnenin u. En de vraag die de fariseeën aan Jezus stellen, dat is een vraag die vanuit de grondtaal niet naar of akelig bedoeld is, maar echt bedoeld is vanuit een verlangen. Zoals wij soms dingen aan elkaar kunnen vragen. In de trant van, kun je de Heere God nou vertrouwen? Waar zie je nou het werk van de Heere Jezus? Niet per se negatief bedoeld, maar echt, ik wil dat van je horen. Ik wil het weten. Dat is het woord wat hier door de fariseeën gebruikt wordt bij de Heer Jezus. De fariseeën deden soms heel akelig tegen Jezus. Hier lijkt het dat ze echt op zoek zijn naar iets. Waar kunnen we dat koninkrijk van God nou zien? Jezus. En die fariseeën die waren gelovig. Gelovige mensen zoals veel van ons gelovig zijn. En er was een soort van spanning. Ze probeerden zo goed mogelijk te leven met God. En de aanwezigheid van God die zochten ze. Hoe meer, hoe beter. Misschien wel een reden voor jou om hier bij geloofstoerusting te zijn. Maar het leek er helemaal niet op dat God regeerde. Want de Romeinen die waren er de baas. En ze vroegen zich af, waar bent u dan, God? Jezus, als je zo'n boodschapper van God bent, een rabbi, door God gezonden, vertel ons dan eens. Wanneer begint dat koninkrijk van God? En waar is het dan? En dan in het antwoord van de Heer Jezus zit een soort rust. Jezus zegt in mijn woorden, jongens, het koninkrijk van God, dat laat zich niet aanwijzen in de zin van, daar is het. De bron, Hardingsveld, Giessendam, donderdagavond. Daar is het koninkrijk van God. Of op een opwekkingconferentie. Of, nou, verzin het maar, een mooie plek waar je graag komt. En waar je dingen leert van God. En waar je hem ervaart en meemaakt. De Heer Jezus zegt, geloof het niet als mensen roepen, daar is het of daar is het. Want je kunt het niet vangen in een pakketje, in een conferentie, in een kerk, op een avond, in een bijbelstudie, in een systeem, in een prachtige avond. Daar kun je hem niet vangen. Daar zijn misschien wel tekenen van dat koninkrijk, maar het is niet, daar is het. De Heer Jezus zegt, rust. Ga nou niet heen en weer rennen op zoek naar dat koninkrijk. En dan komen die wonderlijke woorden, waar is het dan wel? Zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Of in een andere vertaling, midden in u. In het midden van u. Nou ja, zo dichtbij komt het dus. En eventjes als herinnering, niet de discipelen vragen dit, maar de fariseeën. Niet de volgelingen van Jezus die al hun best doen een poosje om hem te volgen. En die zeggen, Heer Jezus, we verlangen er zo naar om echt in dat koninkrijk te zijn. Zoals ik net begon en dat tegen je zei. Nee, de fariseeën. Jezus zegt niet tegen de discipelen, tegen de fariseeën. Kijk, zie je die mannen daar? Petrus, Johannes, ik ook. Nou, daar zie je het wel. Daar zit het in. Dat koninkrijk van God. Ja, jullie hebben het nog niet, maar je ziet het toch? Hey, hij zegt tegen de fariseeën, het zit in jullie. Dat is wonderlijk, hè? Die fariseeën die wij zo snel afschilderen als mensen die hooghartig, arrogant, de wet, moraal. Jezus zegt, het koninkrijk van God zit binnenin jullie. Gebeurt op een aantal plekken in de Bijbel, dat soort zinnen. Ik zal je er een paar noemen. In het Oude Testament zei de Heer Jezus tegen Mozes en het volk,
Hier zijn mijn geboden. Mijn geboden zijn niet zwaar. Ze zijn niet ver weg. Nee, Deuteronomium 30, ze zijn in jullie. Daar gebeurt het al een keer in het Oude Testament. De geboden van God zitten in jullie. In het Nieuwe Testament heb je Paulus die op den duur op de Areopagus spreekt in Athene. En dan zegt hij dat hij spreekt over een man die door God gezonden is. En dan zegt hij ook dat het gaat over de God die niet ver is van een ieder van jullie. Dus Paulus die doet het ook. Die praat over de God die heel dichtbij is gekomen, midden onder jullie. Niet ver van ons. En diezelfde Paulus die zegt in de Romeinenbrief: het woord van God is in uw mond en in uw hart. En dat zegt hij niet tegen mensen die een brief van hem krijgen, omdat ze broeders in Christus zijn. Hij zegt het tegen Joden die overtuigd moeten worden van het evangelie. Het woord van God is in jullie en in jullie hart. Met andere woorden, als je begrip hebt van de Bijbel, van het woord van God, als je ermee opgegroeid bent of je bent erbij gebracht, als je ermee bezig bent als fariseer, als Jood die op zoek is naar de wil van God... Dan zegt Jezus, het woord van God, het koninkrijk van God is in je. Het is er al. Wat ga je zoeken, links en rechts? Daar wil ik zijn, daar wil ik zijn. Ik wil het voelen, ik wil het ervaren, ik wil het meemaken. Het is in je. Waarom zoek je zo ver weg? Waarom kom je naar een geloofstoerustingavond? Waarom blijf je niet lekker thuis op je kamer? Het woord van God, het is in je. Dat is wel spannend, hè? Als dat waar is. In ieder van ons. Zo dichtbij. En dat is wat Jezus zegt over het koninkrijk van God. En daar zit spanning. Omdat het er kennelijk al is, maar je misschien wel het gevoel hebt, ik heb het nog niet gezien. Of dat het er nog niet is voor je gevoel, maar dat Jezus dan zegt, het ligt wel binnen je bereik. Jezus zegt, als je God binnenin je gevonden hebt, dan kun je reizen, dan kun je leven. Dan kun je de droge tijden van het leven aan. Dan kun je met je lastige ouders omgaan. Dan kun je de verleiding van welvaart tegengaan. Dan kun je je plekje innemen in de kerk waar je lid van bent. Want dan is God nog dichterbij dan je eigen ik. Dan is Hij er in de dagen van eenzaamheid. Dan woont de geest van God in je. Dan ben je niet zo paniekerig en bang. En dan verstijf je niet als het heftig wordt. Want God is in je. Het koninkrijk van God. Dichtbij. Het koninkrijk van God is binnen jullie. Dat is de eerste belangrijke vraag voor vanavond. Geloof je die woorden van de Heer Jezus? En voor de herinnering zeg ik het er nog een keer bij. Ik vraag nu niet, weet je dat je gered bent? Weet je dat je wedergeboren bent? Ik denk dat ik in alle voorzichtigheid, want wie ben ik om te oordelen, mag zeggen dat die fariseeërs ook nog niet opnieuw geboren waren. Maar Jezus zei, het koninkrijk van God is in jullie. Je bent vertrouwd met het woord. Het moet alleen nog ontkiemen. Leef jij in dat koninkrijk? We gaan nog een stukje lezen. Matteüs, hoofdstuk 13. En ik pakte maar een paar gelijkenissen, geschiedenissen uit van de Heer Jezus, zoals gezegd. Het hele Nieuwe Testament, met name de evangelie, die staan er vol van. Lees maar mee in Matteüs 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. En hij zei tegen hen, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en hij zaaide onkruid tussen de tarwe en hij ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en ze zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en dat wij het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt.
Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En iets verderop, in Matteüs 13, legt Jezus dit verhaal uit. Toen Jezus de menigte, vers 36, had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons nu eens de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en hij zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers, dat zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, die laat hij horen. Even terug naar de eerste vraag die ik je stelde. Hier zie je het in één gelijkenis van Jezus. Hè? Dus er staat dat de engelen de wereld worden ingestuurd om de kinderen van het koninkrijk te verzamelen. En dan vervolgens mogen zij in het koninkrijk van de Vader komen wonen. De gelijkenis van het onkruid. Jezus vergelijkt hier het koninkrijk van God met zaaien en met een akker. Dat doet hij diverse keren. Het mosterdzaadje is er ook een voorbeeld van. Je neemt het mee, je zaait het, het begint heel klein en het wordt iets groots. Hier, in deze gelijkenis, is het zaad niet het woord van God. Dat is bij een aantal andere gelijkenissen wel. Bij dat mosterdzaad, ook bij die zaaier die gaat zaaien en dan komt er iets op steenachtige plaatsen en iets bij het onkruid, weet je wel, en iets op de weg. Hier, zegt Jezus in de uitleg, is het zaad niet het woord van God, maar zijn het mensen. Het zijn de kinderen van het koninkrijk die in de wereld gezaaid worden en die tarwe en veel oogst voortbrengen. Maar ondertussen gaat Satan ook heel sneaky zijn werk. En in de nacht zaait hij een ander kruid wat lijkt op tarwe en wat ongeveer tegelijkertijdig opkomt en waarvan op den duur de mensen zeggen, is die boer wel goed wijs? Wat heeft hij nou eigenlijk allemaal lopen zaaien? Er zit heel veel onkruid tussen. En de reactie van de maaiers, de slaven, de knechten is dus ook heel begrijpelijk als ze zeggen, zullen we dat er eens even tussen uithalen? En dan zijn er die wonderlijke woorden van de boer, van de heer, van de oogst, die zegt, nee, laat ze maar samen opgroeien. Jij en ik, vrienden, wij leven in een wereld. De akker is de wereld, zegt Jezus in zijn uitleg, waar kwaad en goed samen opgroeien. Vind je dat ook wel eens moeilijk? Ik wel. Omdat ik me eraan erger, er boos van word, er verdrietig van word, er de gevolgen van ondervind. In families, in gezinnen, in steden, in straten, bij bedrijven, op scholen. Als mensen genegeerd worden, als er gepest wordt. Als mensen gedood worden. Als er honger is en oorlog. Als er bommen vallen. De Bijbel zegt, zo zal het zijn. Kwaad en goed groeien tezamen op. En de Heer Jezus laat in deze gelijkenis ook zien dat het van alle tijden is dat de goede mensen, goed tussen aanhalingstekens, want wie is er goed? Behalve één, namelijk God. Die mensen die de kinderen van het koninkrijk zijn, die door God veranderd zijn, die hebben kennelijk ook een verlangen om samengevoegd te worden. En de maaiers, die hebben kennelijk een verlangen dat het goede bij elkaar zit en dat we het slechte wegdoen. En Jezus die zegt, nee, laat het maar samen opgroeien. Dat is superspannend. Het is belangrijk dat je ziet waarom Jezus het zegt. Hij praat niet het verkeerde goed.
Hij zegt niet, nou ja, dat onkruid, weet je, zo erg is het ook niet. Kijk, je mag er wel even wat uittrekken, maar zorg dat je niet te veel doet, want dan ga je misschien op die tarwe staan. De reden waarom het onkruid niet eruit gehaald mag worden, is niet omdat het onkruid niet slecht is, omdat het misschien nog wel een beetje beter gaat worden, maar dat de kans aanwezig is dat je bij het uittrekken van het onkruid per ongeluk ook iets goeds meeneemt. Dat je je vergist. En nu komen we op een spannend stuk. Want als ik het goed zie, in christelijk Nederland en ook breder dan dat, zijn heel veel christenen vooral blij als we wel zoveel mogelijk onkruid opruimen. Jij klopt niet. Jij deugt niet. Haal het eruit. Verbrand het. Negeer het. Ga er tegenin. Maak hem af op social media. Toon hem de waarheid. Laat hem zien hoe het zit. En de Heer Jezus, als ik het verkeerd zie, moet je me straks maar een vraag over stellen. De Heer Jezus zegt, pas op. Niet omdat het kwaad inderdaad niet aanwezig is en niet benoemd zou moeten worden. Daar staat een Bijbel vol van. Dat je het kwaad eerlijk moet benoemen. Vooral binnen de gemeente van Jezus Christus. Of in een gemeenschap van gelovigen, zoals we hier met de meeste van ons bij elkaar zijn. De Bijbel laat ons nergens zien dat je zonde maar moet laten bestaan. En dat je een beetje door moet rommelen als je ziet dat je broeder of je zuster het verkeer doet. Ja, nou ja, laat maar, hè, zijn keus. Nee, Paulus zegt, spreek elkaar erop aan. Ga samen bidden. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer Jezus. Wees dan volmaakt zoals de hemelse Vader volmaakt is. Maar, naar dat wat onkruid is, dat volgens jou niet deugt, dat wat te fout is, omdat het God niet kent, of omdat het de Bijbel op een verkeerde manier interpreteert. Daarvan zegt de Heer Jezus zelf in deze geschiedenis, dat gebeurt in die akker, waar de kinderen van het koninkrijk opgroeien en de kinderen van het kwaad ook door elkaar heen. En o wee, als je als een razende tekeer gaat om dat onkruid eruit te krijgen, de wereld schoon te maken, weg ermee. En als je daarmee ook mogelijk goede tarwe weggooit. Dus ik je een voorbeeld noemen? Er komen nieuwe mensen bij je in de kerk. Ik hoop dat dat gebeurt. En als ze er dan zijn bij je in de gemeente, dan vind je er iets van. Of dan vinden mensen er iets van. Op grond van hoe ze eruit zien. Op grond van wat ze op een bijbelkring of op een jeugdvereniging zeggen. Nee, dat klopt niet. Nee, dat is niet waar. En als die mensen op zoek zijn naar God. En eigenlijk er een klein zaadje is geplant. Waardoor ze in de kerk zijn gekomen. Wat begint te groeien. En als jij er dan bovenop dendert met je waarheid. Dit zit zo en dit zit zo. Dan vertrap je het plantje. Dan maak je dingen kapot, zegt de Heer Jezus, die nog verder moeten groeien. Je probeert het onkruid eruit te wieden. Dit klopt niet hoe jij dit zegt. Maar ondertussen ben je misschien wel bezig om de tarwe de knop af te breken. En dat kleine pandje voorgoed naar het vuur te verwijzen. Mensen die teleurgesteld raken vanwege christenen. En dat is iets, vrienden, wat mij echt wekelijks tegenstaat in Amsterdam. De mensen met wie ik het meest moeite heb om hen het evangelie van de Heer Jezus uit te leggen, die zijn kapot gegaan ergens in hun jeugd, of ik zou bijna zeggen in hun vorige leven, door dat wat ze hebben meegemaakt met christenen. En ik ga echt niet nu christenen in het algemeen de schuld geven. Want God zij dank bouwt de Heere zijn kerk en gaat hij door. En zijn heel veel christenen voorbeelden van wie Jezus was. En tonen ze liefde, trouw en waarheid. Maar ik roep je op vanavond om te erkennen dat kinderen van het koninkrijk, en wat een genade als je daarbij mag horen, samen opgroeien met het kwaad. En dat de Heer Jezus ervan zegt, laat dat maar gebeuren. Laat het maar gebeuren. Opdat je niet met het wieden van het onkruid ook per ongeluk jonge plantjes
van God weggooit. Moet het kwaad niet vernietigd worden, Wan? Ja, zeker wel. Daarom hebben we ook dat stukje gelezen van uiteindelijk de oogst. De toekomst die eraan zit te komen. Daar waar Jezus echt koninkrijk gaat stichten, waar hij koning is en waar geen zonde meer geduld wordt. Waar het alleen maar heilig zal zijn. Waar alleen maar vrucht van de geest is. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld, matigheid, goede tierenheid, barmhartig. Het hele rijtje uit Galaten 5. Dat zal komen. Het is een belofte. Het is een onheils aankondiging, een oordeel, maar het is ook een belofte. Erger je je aan, heb je de pijn aan dat er zonde is en verdriet in je eigen leven en in de levens van mensen om je heen in deze wereld. De belofte van het woord van de Bijbel is, het gaat stoppen. Er komt een einde aan. God gaat een oogst verzamelen. En de kinderen van het koninkrijk, die zullen verzameld worden bij hem. En de kinderen van de duisternis, die zullen in de eeuwige afgrond zijn. Zo ernstig wordt het hier benoemd. Gelukkig weet de Heer van de wereldakker wat hij doet. Hem kun je het oordeel wel toevertrouwen. Blijf jij er maar ver van. En de vraag die deze gelijkenis aan jou en aan mij stelt, is of we genoeg vertrouwen en genoeg geduld hebben om de dingen in onszelf en om ons heen te laten groeien, zonder dat we ons laten overmeesteren door de angst voor wat onkruid lijkt. Want heel veel van onze activiteiten tegen het onkruid zijn gevoed door angst. Stel je voor dat hij ook een beetje gelijk heeft met zijn afwijkende standpunten. Dan heb ik geen gelijk. En waar sta ik dan eigenlijk? En dan is het dus een soort menselijke reactie om het onkruid weg te willen doen. Om te debatteren, te bewijzen dat hij het fout heeft. Omdat dat voor jezelf creëert dat jij het goed hebt. De Heer Jezus vraagt ons in deze gelijkenis, wees nou niet te druk met wat niet klopt, maar wees eens druk met wat wel klopt. Wees eens druk met het koninkrijk van God en welke vrucht jij mag dragen in je leven. Lukt het je om te vertrouwen op de Heere van de oogst, in plaats van het heft in eigen handen te nemen? In plaats van dat je het aan de Heere God zou moeten overlaten. Namelijk om precies te onderscheiden wat goed en wat fout is. Misschien is een van de grootste lessen hier wel dat we ons vooral moeten verootmoedigen als christenen. Jij en ik. En dat we ons bewust moeten zijn dat niet alles wat in die wereld op die akker gezaaid is, goede tarwe is. En dat ook jij als lid of dooplid van een gemeente niet per definitie christen bent. Dat is wel heel heftig. En ook wel jammer. Maar het is goed om te weten dat het inherent is aan het koninkrijk van God dat het bestreden wordt. En dat het ook kwaad is. Dat goed en kwaad zo dicht bij elkaar liggen. En merk je dat immers ook niet bij jezelf? Dat je soms niet goed weet of iets goed of kwaad is. Dat je verlangens en je gevoelens en je gedachten soms zo dubbel kunnen zijn. Maar ook je gedrag. Dat je je op ene moment uit in liefde. Dat je geduldig bent. Dat je een ander belangeloos helpt. En dat je op een ander moment zo op je strepen kan staan. En dat je de ander eens flink de waarheid zal aanzeggen. Wat zit dat onkruid in die tarwe toch verstrengeld met elkaar. In deze wereld. In de kerk. En misschien ook wel in je eigen hart. Ik las een Bijbelverklaarder die zei, de reden dat we het onkruid er niet uit moeten trekken is omdat soms dat onkruid met de wortels verstrengeld zit met de tarwe. Als je daarover nadenkt, dat zou betekenen dat die tarwe niet eens heel groot wordt, omdat een deel van de voedingsstoffen ook door de onkruid wordt gepakt. En dan zou je reden zijn, weg met dat onkruid, zodat die tarwe door kan groeien. En dan zegt de Heer Jezus, maar pas op. Want als die wortels verstrengeld zijn, dan trek je zo alles eruit. En wat hou je dan over? Ik vind het best wel een heftig gedeelte.
Het koninkrijk van God is dus niet alleen, het komt eraan, wauw, tof, iets waar we naar mogen verlangen, iets waar we naar uit mogen zien, iets waar geen zonde meer zal zijn. Het begint hier nu al. Die kinderen van het koninkrijk die lopen hier rond, die mogen hun licht laten schijnen. En het is altijd beperkt, want er groeit ook onkruid. Waarom gaat het op deze manier? Ja, vrienden, omdat het de zondeval in deze wereld gekomen is. God had het anders bedoeld. En het is nu zo gegaan dat elk mens van nature fouten gaat maken, tegen zijn schepper in opstand komt, zelf koning over zijn eigen leven wil zijn. En je kunt je afvragen, waarom grijpt die Heere niet eerder in? Nou ja, ook die vraag is niet vreemd. Sterker nog, hij is Bijbels. Deze gelijkenis geeft een soort antwoord. Eigenlijk staat er, God wacht omdat het koren nog verder mag groeien en vrucht mag gaan dragen, opdat ook anderen geplant mogen worden. Tarwe dat ontstaat, die korrels die zijn er niet voor hunzelf, de boer kan ervan eten en hij kan het ook weer zaaien. Zodat je vrucht mag gaan dragen in je leven. 30-voud, 60-voud, 100-voud. Oftewel, andere mensen mogen gered worden. De oogst, ja, dat is het moment dat de genadetijd ophoudt. Dan stopt het. Dan is het geduld op. En dan is het onkruid zo hoog en zo groot geworden dat de tarwe er nauwelijks meer doorheen kan groeien. En dan zegt God, nu is het genoeg. Niet alleen omdat het kwaad dan zou triomferen, als wel dat zijn huis vol zal zijn. Lees er maar over mee wat Petrus zegt in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Daar zijn mensen in die situatie die hetzelfde hebben als jij en ik soms hebben in ons leven. Dat je om je heen kijkt en dat je boos en verdrietig wordt, teleurgesteld bent, misschien wel moet huilen. Omdat je ziet dat er zoveel onrecht is. En het zou kunnen, ik hoop het eigenlijk, dat je het alles hebt uitgeroepen aan de Heere, naar de Heere God. Heer Jezus, wanneer komt u dan terug? Wanneer komt aan deze godloosheid een eind? Maranatha, kom, Heer Jezus. En dat was 2000 jaar geleden notabene ook al. En Petrus schreef een brief aan die mensen. Aan welke mensen? Aan mensen die te maken hadden, lees het thuis maar na in 2 Petrus 3, die spotten met de wederkomst. Ze zeiden, waar is die God van jullie? Hij bestaat niet eens. Oh, dat is die God die gezegd heeft dat hij nog een keer terug zou komen. En waar is die dan? We hebben al tijden vanaf de schepping niets gezien. Nooit is hij weer terug geweest. En ze lopen maar zo even over de hele geschiedenis van het Oude Testament heen, alsof God niet voor zijn volk Israël gezorgd heeft. En Petrus die gaat deze mensen, die christenen die dat meemaken, dan bemoedigen. En hoe bemoedigt hij hen? Wees sterk, houd weerstand, ga er tegenin. Nou, hier even niet. Paulus doet dat wel op een andere plek met die wapenrusting. Maar Petrus zegt, de Heere die vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid noemen. Maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Die akker die is nog niet geoogst, omdat de Heere God geduld heeft, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En dat is een bemoediging. Ik bid in ieder geval vaak met mijn hand op die tekst in de Bijbel. Als het me weer eens niet lukt om mensen bij Jezus te brengen, hoe graag ik dat als evangelist ook wil. En dan zeg ik, Heere God, u hebt het gezegd. In uw woord. Dat u niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat allen tot een bekering komen. Johannes, het laatste vers wat ik met je wil lezen, die schreef er ook over in zijn evangelie. In Johannes 6, vers 39. Het zijn woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. En dit is de wil van mijn Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. Dus dat wat God is toevertrouwd, wat Jezus is toevertrouwd, dat wil Hij meenemen. Dat zal Hij verzamelen met zijn engelen. Opdat je voor altijd in het koninkrijk van God mag zijn. Beste vrienden, daarom wordt hier, op deze plek en in de kerk waar je hopelijk zit, keer op keer het evangelie verkondigd.
Daarom gaat het zo vaak over het kruis en over verzoening en over de Heilige Geest. En dat hij jou wakker wil schudden en dat hij op Christus wil wijzen. Hij verlangt ernaar dat je vrucht draagt in je leven. Ook al zit er ook allerlei onkruid. Misschien wel bij je en in ieder geval om je heen. Ik ben ook ooit afgestudeerd als tropisch landbouwer, landbouwkundig ingenieur. Laat me je nog één ding vertellen uit de landbouwwereld. Als het droog gaat worden in je leven, als het woestijn is, als de hete zon gaat schijnen, dan gaat het onkruid verdorren. Maar voor tarwe, en trouwens ook voor mais en voor rijst, geldt dat de zon voor de tijd van de oogst juist heel erg kostbaar is. Omdat de vrucht groter mag worden en de graankorrels gaan rijpen. Alsof de natuur het ons al laat zien. Het goede zaad zal overwinnen. Juist in perioden van droogte, van zon. Juist als jij je afvraagt hoe moet het verder. Juist als je je dor voelt, omdat de omgevingsfactoren niet meer zo zijn als dat je zou willen. Groeit je vrucht, omdat je dichter bij Christus komt. Omdat je meer vrucht mag dragen. Omdat je weten mag dat Hij je draagt. En als Hij gaat oogsten, onze Heere, die redder en die rechter is, dan is het einde van jouw leven daar. Dan komt Jezus terug. En ik verlang naar een grote oogst. En tot die tijd mag je leven onder de zorg van de landbouwer in zijn koninkrijk. En lichtpuntjes zijn op jouw plek, te midden van het onkruid. Gelovend dat het koninkrijk van God en zijn woord binnenin je is. Amen. Zullen we samen bidden? Als u dit tegen de fariseeën zegt, Heer Jezus, het koninkrijk van God is in u. Waarom loop je het zo te zoeken, links, rechts, een event, een happening, een gebeurtenis? Ik ben dichterbij dan je denkt. Als u ons als het ware bemoedigt door te zeggen, ja, ik snap het. Je voelt allemaal onkruid om je heen. Je voelt je soms alleen. Maar we gaan het onkruid nog niet wieden. Dat gebeurt op de laatste dag. Dan bidden we u, trouwe God, of u ons de moed geeft om te geloven. Dat u ons vasthoudt, dat we vrucht mogen dragen en dat het onkruid ons niet zal overwoekeren. We willen u bidden of u ons vergevingsgezind en mild maakt naar onkruid en naar mensen om ons heen. We willen u bidden of u ons hoedt voor het oordeel dat we zo snel hebben over anderen. Vergeef ons als we met de waarheid een ander om de oren slaan, in plaats van dat we hem of haar de voeten wassen, om hem of haar de liefde van Christus te tonen. En help ons, Heere God, om in alles gericht te zijn op u, verlangend naar die grote dag, als we eindelijk verlost zullen zijn van ons aardse lichaam, maar ook van alle kwaad en onkruid om ons heen. We zien daarnaar uit en we bidden u of u ons op ons plekje in het koninkrijk lichtdrager laat zijn, tot eer van uw naam. Amen. Volgens mij gaan we samen.